Het is vandaag maandag. Even checken. Oh ja. En het is de eerste maandag na de kerstvakantie. En nu moet ik eigenlijk eventjes een beetje haasten. Want ik heb zo hoorcollege van mijn nieuwe vak. Ik heb een nieuw vak voor mijn studie. Ik studeer psychologie trouwens. En ik heb nu voor 1 maand een vak psychofarmacologie. Dus dat gaat over medicijnen en zo. En hoe drugs werkt in je brein en al dat soort dingen. Ik wilde vanochtend al mijn kleding die ik niet meer wil op Marktplaats zetten. En op United Wardrobe en zo. Maar ja, het ging even niet meer zo. Het ging even niet volgens plan. Ik heb veel te lang uitgeslapen. En toen werd ik wakker. En toen werd mijn zus ook wakker. Want ik kwam samen met mijn zus. En toen ging ik bij haar in bed. Ging ik Gooise Vrouwen kijken. Dat was super leuk. En ging een beetje ontbijt op bed doen en zo. En toen bleef ik daar een beetje plakken. Hoe laat is het? Oké, ik moet over een half uurtje weg. Ik ga nog eventjes dat hoorcollege voorbereiden. En dit allemaal even van mijn bureau afhalen. En dan ga ik naar school. Oh, ik moet trouwens ook echt eventjes eten en zo meenemen. Oké, change plan. Hoorcollege voorbereiden. Gaat het niet worden. Oh, ik vind het tuinjurkje zo super leuk. En ik vind mijn haar zo super stom. Maar ja. Moet je trouwens even kijken naar mijn tattoos. Ik heb hem nu een week. En hij is nu helemaal, ik hoop dat je het kan zien. Stel maar scherp. Heel erg schilferig en wit. Dus hij moet even gaan vervellen. En dan is hij volgens mij goed. En deze ziet er helemaal niet uit. Maar ik weet niet of je het kan zien op camera. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ja, laat maar. Ik neem even wat snacks mee. Dit is niet echt een lunch. Maar rijstwafels, wortels en nootjes. Ik had gewoon niks anders in huis. Vooral deze sokken zijn heel erg fashionable. Maar goed. I'm going now. Ik ben weer thuis. En de les was echt vreselijk. Ik heb echt helemaal niet kunnen opletten en zo. Dus ik moet zo meteen echt nog eventjes het hele hoorcollege nog een keertje nalopen. Echt helemaal geen zin in. Maar ik ga nu eerst eventjes koken. Ik had ook nog even met Hero gebeld toen ik op de fiets zat. En we gaan waarschijnlijk dus met tweetjes nog wel even uit eten om ons jubileum te vieren. Alleen wat ook wel een soort van, ja, niet echt een ruzie of zo. Maar ik weet niet, hij heeft wat dingen gezegd waar ik niet helemaal blij mee ben of zo. Dus ik voel me nu een beetje, maar dat komt ook wel weer goed. En ik ga in ieder geval even een heel lekker receptje maken. En ik heb echt heel veel trek. Ik maak de laatste tijd alleen nog maar recepten van de Buddhist Chef. Dat is echt heel chill voor echt gezond en makkelijk eten. Wat echt leuk is, is dat ze er altijd een filmpje bij hebben. Jezus. Dus dit recept heet de tofu bolognese. Dus dit is het geworden. En ik moet zeggen, het ziet er lekkerder uit. Of het ziet er viezer uit dan het smaakt. Serieus best wel lekker. En ik heb net een video geüpload. Lekker awkward nu deze pose. En dat is eigenlijk een beetje gewoon gepraat over wat dingen in mijn leven. Maar dat zul je wel zien. Ik ga The Bridge kijken. Dat is een Deense-Zweedse serie. En die is heel spannend. Dit is de agenda waar ik zo blij mee ben. En dat komt omdat je hier zeg maar de hele week hebt. En hier heb je gewoon elke keer een notitieblad. Waar je gewoon dingen op kan schrijven. Of ideetjes. Of to-do-lijstjes. Allemaal dat soort dingen. En heb je het gewoon bij de hand in je agenda. En dat vind ik echt super chill. En ik vind het heel leuk om weer handmatig te schrijven. In plaats van dingen in mijn telefoon te zetten en zo. Hij is gewoon een zwarte kaft. En het is van het werk. Merk
Moleskine. Oké, het is vandaag dinsdag. En vandaag is de dag dat ik een rondje Amsterdam ga doen. Omdat ik al mijn cv's ga rondbrengen. En ik heb net mijn wenkbrauwen geverfd. Oh my god. Ik moet ze eigenlijk echt even bijwerken. Het is altijd de eerste dag. Is het altijd echt net even iets te heftig. Maar als ik zo in de camera kijk. Ik weet niet. Kan het ermee door? I don't think so. Of valt het wel mee? Ik weet niet. Nou ja, ik kan er nu toch niks meer aan doen. Want het kan er toch niet af. Ik vind dat ik er raar uitzie vandaag. Ik heb een lijstje gemaakt met allemaal leuke tentjes en zo. En ik ga beginnen in Amsterdam-Oost. Dan heb ik nog iets op de Prinsgracht gevonden in het centrum. Dan ga ik naar de Overtoom. En dan ga ik naar Amsterdam-West centrum. En dan ga ik weer naar huis. Zin in. Not. Een kleine update over mijn cv-tochtje. Ik ben maar naar 3 tentjes geweest van de 6 volgens mij. Want elk tentje zei, ja, stuur ons even een mailtje. Dus ik had zoiets van, ja, ik ga niet de hele stad doorfietsen. Om dan vervolgens van iedereen te horen te krijgen van, stuur maar een mailtje. Dus toen ben ik weer naar huis gegaan en nu heb ik even geluncht. Ik heb dus meteen wat tentjes gemaild. Dus dat heb ik afgemaakt. Dus daar ben ik blij mee. En 1 tentje vond ik echt heel leuk. Ik hoop echt dat ik daar mag kan werken. Dat is een lunchroom, maar ze doen er ook wel eens workshops en het is ook een soort winkeltje. En het is ook een takeaway voor in de avond, maar het is allemaal echt super gezond eten. En volgens mij, ik weet niet of het alleen maar veganistisch is, maar volgens mij wel. En nou ja, dat vind ik sowieso heel chill, want dan kan je daar zelf ook gewoon lekker eten. Niet dat ik helemaal veganistisch ben, maar ik probeer het wel een beetje te zijn. En ik ga nu, denk ik, even een smoothie maken of zo, want dan ga ik daarna naar yoga. En met yoga kan ik ook gewoon lekker deze fijne legging aanhouden. It's not, thuis. En ik ben maar liefst een kwartier bij yoga geweest. Echt zo stom. Ik heb al een maand echt super erg last van mijn onderrug. Maar vandaag was het een beetje wat minder. Dus toen dacht ik van nou laat ik een keer yoga gaan proberen. Misschien is het wel gewoon goed voor je spieren om even alles te stretchen en zo. Maar ik kon gewoon echt totaal niet meekomen. En alles deed. Ik kan niet eens rechtop zitten zeg maar. En gewoon kleermaker zit. Dus ik dacht na een kwartier echt van ik ga gewoon naar huis. Ik heb wel wat beters te doen, want dit gaat toch nergens naartoe. Het is ook niet echt heel erg interessant om een vlog mee te vullen. Maar ja, het beïnvloedt mijn dagelijks leven eigenlijk dus wel zozeer dat ik er ook gewoon wel eerlijk of zo over kan zijn. Oh, ik klink ook echt de hele tijd zo super chagrijnig en zo. Ik ben gewoon een beetje een kluns. Alles gaat continu alleen maar fout. Maar ja, nu ben ik thuis. Dus nu ga ik nog eventjes, een filmpje nog monteren. En nog even wat huiswerk doen. Nou, dat was dan mijn dag.